dag van de wereldkampioenschap. Door gisteren twee keer als eerste te eindigen. We zijn op dag 2 van de wereldkampioenschap. We zijn nu op weg naar de eerste boven. Maar hij is er nog niet uitgehaald. Simon, we gaan hier verder kijken bij de dames 470. Je leert nu heel erg goed omgaan met de stroom. Vroeg gestart, top teruggekomen. Het was de eerste de beste kans dat we het konden doen. Dit is typisch China, maar dit zal ook wel typisch China zijn. Ik zat de hele tijd een beetje aan te ikken. Alles in China is anders. The only thing it lacks is wind. De weerste omstandigheden is wat wij verwacht hadden. Nou, het wordt hier ten eerste vroeg donker. Ontzettend veel stroom. Dat hoort er gewoon bij. Dus kan je erop instellen. We hebben zo min mogelijk foutjes gemaakt. Ja, dit was echt een toprace. Maar het mooie van hier is... De eerste wedstrijd hebben we wel goed gedaan. De tweede wedstrijd was heel erg moeilijk. Aan nu 3, kunnen naar 2. Morgen weer een nieuwe dag. Zijn vlak voor alles beslissende medalrace in de vriendklasse. We zijn nu op weg naar de eerste bovenboei. Het was een erg lastige start. We gaan kijken of de koning en Bert aan het terrein hebben weten te winnen op de concurrenten. Dus wie weet hebben we nog hoop, want we doen die goede zaken. Hij zit meteen op de hielen. Vandaag wordt er bepaald wie wereldkampioen wordt in de vriendklasse.